chips, nootjes, bier. Eigenlijk de enige reden waarom je nog poont kijkt, is deze jongen, Dennis Schouten. Toch, man, wat een staande ovatie, Dennis. Hallo. Ja, gast op niveau, eindelijk. Hè. Ja, mag ik jullie daarmee feliciteren? Ja. Waarmee? We hebben een gast op niveau. Ja, in deze armetierige locatie en geen stijl, ik wist niet dat het nog bestond. Maar fijn dat ik er ben, toch? Ga uit mijn gezicht, vriend. Anders gaat hij je moeten beschermen. Ga uit mijn gezicht. Ik denk als je naar zo'n demonstratie wil gaan en kritisch wil zijn zonder gezeik, dat je beter een donkere verslaggever heen kunt sturen. Ja, maar dan zijn we weg. Ja, jij zei niet van, joh, loop je te zeiken hier. Nou, ik deed een aanname erbij. Ja, maar dat mag toch? Ja, maar ik kon dat niet weten. Ja, maar waarom die mensen mogen daar toch op reageren? Ja, en waarom zou je zo'n aanname niet mogen doen? Als je al geen aannames meer... Want dan, voor je het weet zit je op dat hellende vlak van cultural appropriation. Dat ik als blanke, autochtone Nederlander geen babi pangang meer zou mogen maken, omdat het eigenlijk een Chinees gerecht is. Nee, joh, dat is Hollands gerecht, hoor. Oh ja, het is, sinds gisteren is het Nederlands is het immaterieel erfgoed. Het is een verkeerd voorbeeld, inderdaad, ja. Als ik iemand op straat neersteek, en dat wordt niet van YouTube verwijderd, maar is dat ook een kijkcijfer? Niet alles van een kijkcijfer, het is goed. Kijk, weet je, dat is wat leuk als je dingen worden bekeken. Ja. Kunnen jullie niet over meepraten? Nee, grapje, dat is echt flauw, toch? Weldenken Nederland en dergelijke. Wie is Weldenken Nederland? Wie zijn dat? Wat voor platform is dat? Nou ja, je kunt iedereen mag zichzelf weldenkend vinden. Dat is een vrij lastige kwalificatie. Maar ik heb het gevoel dat ik bij de dergelijke hoort, omdat ik niet achter de content sta die er wordt gemaakt. Dat is toch zoeken? Het is ook zoeken en ik ben het bolde ook in mijn hoofd van nu ga ik zeggen je lult het je nek. Maar dan ben ik het goede gesprek kwijt, naar mijn idee. Dankjewel, wat is dit? Nou, geen ijs. Ik vroeg om ijs en ik kreeg een glas koud water. Ja, het is, dat was ooit ijs waarschijnlijk. Dit zegt, ik zit in bergen, dit is ijs, het is allemaal... Ja, maar goed, ga verder. Loopt de verbinding nog wel? Ja, we zijn er nog, er kijken ook zwaar mensen, Dennis. Wat is nou het gedonde met dat je geen training mag zetten? Ja, ik vind het ook allemaal zwaar overdreven, maar zij doet dus een heel verhaal over hoe erg het is. Waar hebben we het over? Weet je, alsof ik familie van haar heb beschoren. Ja, maar dat gevoel kreeg alsof ik iets heel ergs had gedaan. Om iets positiefs over Jan Roos te zeggen, ik was het helemaal met de man eens in wat hij net zei. Nee, ja, zij verwijt jullie iets heel zwaars. Ja. En dan maak je er toch een beetje van, ja, de tijden veranderen, dus moeten maar... Nee, beschuldigingen die niet waar zijn, blijven beschuldigingen die niet waar zijn. Nee, klopt. En ik snap Jans en chagrijn ook wel. Wil jij hem zelf even hardop voorlezen? Het gaat om deze vraag. Heel waar is benauwd vult, bij zo'n interview met die religieus gehandicapten. Ik kan me voorstellen dat hoe dunne deur de boksen geeft. Maar dan blijf je gewoon staan en dan denk ik, den Dennis, dat is nog eens een keel. Steed voor zijn werk en dat werk, dat doet er goed. Uitverdaan Dennis, ik kom te waar, groet nu allemaal hoor. Dat is dus geen vraag. Oh. Ja, dat wist ik, kon ik er dus niet uithalen. Dat was een soort van Twentse lofzang uit Almelo. Ik zit niet bij Talpa MCN, want toen de laatste aflevering maandag opgenomen, dinsdag uitgezonden, gisteren woensdag werd ik gebeld. Ja, we hadden eigenlijk een gesprek, zijn ze, ik zeg ja. En dat gesprek dat gaat niet meer door, kwam het op neer. Ja, het is klaar. Ik wil niet eens meer in gesprek, ik moet eruit. Dat vind ik heel raar. Ja, maar jij vertelt over ons hoe wij beleid voeren, kreeg wet. Ik zeg, maar dat doet Alice ook. Zij ook. Maar dat van haar is op dit moment wenselijk. Dat is het geluid wat de media wil horen als jij solliciteert. En je hebt een, kijk, met de naam Dennis Schouten. Ja, nou ja, goed, het heeft een andere reden waarom mensen me misschien niet meer willen hebben. Maar we hebben nooit teruggemaild, inderdaad. Dat bedoel ik, 5 jaar geleden. Nee, maar ik bedoel... Zelfs je mailtjes waren onverstaanbaar. Nee. Je bent van een Z-amateur, lastigvallen, naar echt toffe filmpjes maken gegaan. En je doet het fucking goed. Dankjewel. Ik hoop dat het jou ook mag overkomen. Wat zeg je nou weer? Ik hoop dat waarom verpest je het nou weer? Volgende week om 9:00 zijn we er weer op donderdagavond. Met de grote telegraafjournalist, letterlijk een grote, Wiert Duk. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen.